Yo, what's up guys, van Den en welkom terug bij de campaign mode van Call of Duty Ghost. Vandaag spelen we part 3 en dit is de plek waar we vorige part zijn geëindigd. Zoals jullie zien zitten we in de bosjes, we pronen op dit moment, oftewel we liggen met onze harsjes in de planten, in de stukjes gras, met onze neus in de aarde. Ja, oké, genoeg. Dit is de plek waar we vorige keer zijn geëindigd. Ik speel Veteran voor de mensen die het zijn vergeten. Vandaar dat ik echt heel erg rustig aan speel. Niet als een Mughal rush door de hele campaign mode. Maar gewoon mijn tijd neem en rustig aan de campaign mode doorspeel. Omdat ik natuurlijk gewoon op Veteran speel. En als je daar echt iets te hard gaat, iets te hard van stapel loopt, dan is het over met de pret. En is het over met jou. En dan kun je net zo goed weer opnieuw beginnen. Dus vandaar deze chille gameplay eigenlijk. Tegen het realisme aan. Omdat ik daar natuurlijk... wel het meest naar neig nu op de next gen versie van deze Call of Duty. Nou jongens, waar moeten we heen? Ik kijk sowieso altijd eventjes wat verder dan mijn neus lang is voor collectibles, voor intel, dat soort shit. Mochten jullie, ik zeg het nu gewoon tegenwoordig bijna elke video, mochten jullie lag spotten in de video, dan ligt het niet aan mij. Het ligt aan de share button van PlayStation 4 en aan de manier waarop ik opneem vanaf Facebook. Dus dat is niet te verhelpen bijna. Het kost me zeg maar echt uren tijd om de perfecte opname voor elkaar te krijgen. Het heeft namelijk met het bufferen van de video van Facebook te maken. En het is echt een fucking slecht systeem. Je moet op de HD-button klikken voordat de video pas in HD afspeelt. En die button kost echt de helft van fucking al je werkgeheugen, al je procesgeheugen gewoon. Hij trekt zoveel internet als je op die HD-button van Facebook klikt. Het is echt absurd. En ik moet het dan ook nog eens opnemen met een screen capture programma dat in de achtergrond runt. Dus vandaar dat je af en toe die lag opmerkt. Sommige video's zal het totaal niet het geval zijn en in sommige video's iets meer dan een andere video. Maar sorry, nogmaals sorry, ik kan er echt niks aan doen. Binnenkort werken de capture cards weer en dan zal al dit gezeik over zijn. Dan krijgen jullie de meeste HD beelden van de PS4 af natuurlijk. Dan wordt het volledig via alle HDMI poorten opgenomen, full HD, dat is toch wel echt nice. Nou goed, ik heb dus een sniper opgepakt, dat is een L96, nog iets. En ik zit eigenlijk die gassen te zoeken, maar ik wil niet in het open veld gaan staan. Omdat het nogmaals op Veteran wordt gespeeld en ik dan toch wel heel snel dood ben. Maar ik zie mijn teammates al rennen, dus ik ga er gewoon achteraan. Hostel down. Ik zet even mijn volume iets harder voor mezelf. Leuk, met één hand spelen. Nou, dan krijg je dit soort soepele sprongetjes. Het landschap is echt fucking nice in kaart gebracht. Ziet er echt tof uit. Je krijgt zelfs een beetje een Fallout feeling. Gewoon de halve wereld is naar de tyfus. Oké, zwart beeld. Laten we kijken naar de cutscene of iets dat er gaat komen. From the shadows and vanished into sunlight. Outside the wall, their reputation lingered over no man's land like a shroud of fear. A weapon far more effective than brass or steel. Merrick and Keegan, these were the men Dad had spoken of. The ghosts. And someone dared to go against them. They were headed to San Diego, Federation territory, to find their man Ajax. Ghosts. We'd only imagined them. Now, we were determined to be one of them. All right, remote sniper's online. Scan around. We need to get eyes on Ajax. Shit, hey, dit ziet er wel sick uit, jongens. Een remote sniper, oftewel je bestuurt het eigenlijk gewoon door middel van een camera. Het is niet dat jij nu achter die sniper ligt of zo. Het is gewoon een gigantische machinecomputer of zo. Die jij kan besturen. Het is wel echt sick. Oké, we zoomen in op dit veld en we zijn dus op zoek naar een paar gasten. En check deze gozer nou rustig voetballen. Het ziet er echt verbazingwekkend goed uit gewoon. Je ziet gewoon dat die ene dude geen motoriek heeft. Die gast die nu in het hoog houden is. Zie je dat beentje? En dat stapje erna? Gewoon, het is geen voetballer, maar hij probeert hoog te houden. Het is gewoon heel goed dat die animaties... Zie je dat zo goed werkt? Want ik heb heel lang op voetbal gezeten. Dus ik weet dat mensen heel raar een bal trappen als ze niet kunnen voetballen. Dat zie je dan gewoon heel vaak op trainingsveld en zo. Vind ik wel vet dat dat gewoon echt super realistisch is.
In ieder geval de animatie. Oh, kijk, daar zitten ze. Ajax en twee van die gasten. Kijk nou, ik krijg een paar beuken. Wordt gewoon gegijzeld, Ajax. Ik hoop echt dat die dude het overleeft, want hij ziet er wel echt badass uit. Oh, fuck you. Waarschijnlijk werd er meer om dingen gevraagd. En hij steekt gewoon zijn middelvinger op. Dat is natuurlijk een echte ghost. Geen informatie vrijgeven, helemaal niets verklappen over wat je doet. En kijk hoe sick dit is. Dit is die remote sniper. Zonval valt nooit naar binnen. Jezus. Het is wel echt vet, dit jongens. Tag the trucks. Oké, nice. Dat is één. En mijn teammates die schieten er ook op, zie ik. Kijk, zie je? Nice. We schieten gewoon die tags erop. Het is wel echt nice. En ik heb zo het idee dat dit een grenade launcher is die heel erg sterk is. Ik heb er nu natuurlijk andere rounds in, andere ja, bullets soort van. Het zijn nu van die tag dingen. Maar je kan er natuurlijk ook gewoon explosives in stoppen. Of het zijn natuurlijk explosives. Of dat, ja, dat weet ik eigenlijk niet zeker. Ik weet niet of het alleen tags zijn zodat we ze kunnen achtervolgen. Of dat het ook echt explosieven zijn. Die we later kunnen detonaten. Nou goed, we zullen het wel zien. We stappen in. Ik zit naast Riley. Geweldig dit. Het is echt heel vet gemaakt. Kijk Riley ook zitten, joh. Fucking goede teammate, jongen. Charlie, het was even shocking. Ik dacht echt dat er fijn in gingen. Zie je? Blow the charges. Boom! Fucking nice. Wow, hey. Wow, shit. Oh, ik ben aan het herladen. Dit is zo moeilijk op fucking veteran. Kijk hoe mijn beeld gaat. Auw, auw, auw. Wow. What the fuck, hey. Shit, hey. Riley gewoon uit de vooruit. Fucking BRS hond. Ja, L1 to use dog attack. Ik ga Riley niet deze slagveld insturen. Dit slagveld, sorry. Ik zag daarboven iemand, hij is alweer weg. Jezus, wat een enemies, hè. Wow. Daar ging ik bijna. Ik zal sowieso wel een keertje doodgaan op dit punt. Ik hoop alleen niet dat ik het hele stuk over moet doen. Boom. Nice. Hey, ze zijn echt overal. Ik zit echt op verschillende kanten te kijken, maar het is echt van bijna alle kanten. Oh jezus, ze zit ook in die winkel hier. Ik hoop dat ik hem een headshot heb gegeven. Ik was een beetje heen en weer aan het sprayen, precies op hoofdhoogte. Oh, daar staat hij nog, die bitch. Zwaar gewond. Ja, kom op, bulletje tussen de ogen. Als het goed is heb ik hem nu. Ja. Niemand meer hier. Maar kijk hoe fucking veel daar nog beneden staan, jongen. Het is echt... Oh, shit. Enemies. Boom. Nice. Jezus, hé. Dit ziet er wel echt goed uit, hoor, jongens. Wow. Dat was eventjes... En ik ben dood.
Jezus, daar stond hij dus ook nog. Oh, fuck. We moeten dit stuk opnieuw doen. Oké, we gaan dus nu eigenlijk op dezelfde snelheid er doorheen. Maar we gaan even iets betere tactiek. We gaan echt van kant naar kant. We gaan flanken. We gaan gewoon die enemies eventjes uitschakelen voordat we in ieder geval naar voren gaan lopen. Want anders staan ze achter me, zoals er net gebeurde. Ja, achter me. In ieder geval aan de zijkant van me. En dan kan ik niet alles in de gaten houden. Dat moeten we niet hebben natuurlijk. Daarboven heb ik ze nu wel. Daarvoor was ik op tijd nu. Dan pakken we de linkerkant. Dan weet ik dat hij hierboven staat. Hier zit er een paar. Hier zit er één. Kom op, dood man. Jezus, wat een enemies, maar het gaat wel iets beter. Nou weet ik dat ze hier ook in die winkel zitten. Of zitten ze er nu niet? What the fuck, ze zitten er nu niet. Ben ik op tijd met mijn granaatje en dan zijn ze er gewoon niet. Boom. Heel gevaarlijk dit. Oké, die is uitgeschakeld. Nou weet ik dat ze hier nog achter die balie staan, want ik werd net ook al vanaf de zijkant, hè jongens. Poeh, hé. Ik moet echt oppassen hier. Kijk, ze rennen in ieder geval wel weg, dus we zetten wel zoveel druk dat ze in ieder geval terugtrekken. Het is wel echt nice hoor, om dit op veteran te spelen. Echt serieus jongens, als je een beetje goed bent in shooters. Oh shit. Je moet gewoon recht op de man schieten. Zo hard gaat deze grenade launcher. Je hebt dus totaal geen bullet drop ofzo. Maar goed, ben je dus een beetje een ervaren shooter speler, een FPS speler, dan moet je echt op veteran spelen. Ik raad het je echt aan. Dat is tenminste een challenge. Dat is tenminste hoe het hoort. En dan reed je er niet al te makkelijk heen. Ik zou gewoon op veteran spelen. Je krijgt er, naast dat je de trofeeën en extra shit voor krijgt, ook gewoon een betere ervaring door, naar mijn idee. Je gaat veel realistischer spelen. En je hebt veel meer het idee dat je ook echt op moet passen voordat je dood bent. Dus je gaat veel meer in het intense verhaal op. Maar goed, dat is mijn mening. Maar daarnaast moet je natuurlijk wel heel erg opletten. Ik heb al elke Call of Duty uitgespeeld op veteran. Gewoon voor de trofee. Ik ben een trofeehoer, zoals jullie weten. Zo kan ik het wel even noemen. Ik hou van de trofee. Dus ik heb eigenlijk elke Call of Duty en elke Battlefield gewoon uitgespeeld op moeilijkste moeilijkheidsgraad. Gewoon omdat, naast dat ik het leuk vind, ook gewoon voor de trofee. Dus ik weet wel een beetje hoe het werkt. En het is echt nice om het op veteran te spelen. Een betere ervaring dan op normal ofzo. Ze zitten ook echt overal, hè, die honden. Sorry, ik ben een beetje schor. Ik zal even een slokje water nemen straks in het eerstvolgende zwarte scherm. Oké, lekker tussen de oogjes. Het lijkt me zo pijnlijk, jongen, om een bullet recht door je schedel te krijgen. Gewoon dat je dat nog net hoort kraken en dat dan je licht uitgaat. Dat snap ik. Ajax won't last forever. Maar we kunnen toch ook niet gewoon keihard door alle enemies heen rennen, mafkees. We hebben in ieder geval wel de checkpoint gehaald. Ajax should be up here. Fingers on triggers. Ja, ja, rustig. Kan elk moment wat gebeuren. Ik vertrouw er helemaal niets van hier. This should be where they're holding Ajax. Check it out with the remote sniper. Oh, wacht even, ik moet remote sniperen. Dat is wel nice. On your shot. On you. Boom. Wow, nice. Dit is echt heel vet gedaan. Let's go. No, no, you're not.
Oké, duidelijk afgerekend met degene die ons informatie gaf. Nou goed, laten we gewoon verder gaan met de missie. We zijn natuurlijk nog steeds op zoek naar Ajax, maar ik heb er een hard hoofd in dat we die gozer nog levend terug gaan krijgen op deze manier. Jezus, RPG's vliegen om de oren. Riley ligt rustig op de grond. Oh, nice. We moeten weer die snipe gebruiken. Dat is wel echt vet hoor, jongens. Het geluid van die snipe. Tering, hè. Sorry voor mijn grof taalgebruik, maar dat is toch echt wel eventjes je FPS hartje. Die sneller gaat kloppen van het geluid. Level design blijft echt awesome. Ik geef die gasten echt complimenten voor deze game. Voor wat ze al die tijd hebben neergezet en dan nu opeens creëren. Dat vind ik wel echt tof. Checkpoint reached. Altijd fijn, toch jongens? Vooral op deze moeilijkheidsgraad. Is het altijd fijn. Oh shit, wat moeten we doen? Oh, vet. Vet. Oh ja, dat is kut, hè jongens. Lekker veel gas en zo. Oh, wat grof, hè jongens. Het is echt heel grof dat je iedereen gewoon zo bruut uitmoordt. Eerst gooi je gas onder het ding door. En dan ga je gewoon helemaal los op mensen die eigenlijk niets vermoeden. Oké, ik denk ik check dit stukje nog even, maar er was echt bijna niets. Oké, die gasten hebben we zo goed als uitgeschakeld. Er zitten echt nog een stuk of twee gasten ofzo. Kan ook via deze kant gaan, dus dat doe ik maar eventjes. Oh kijk, ze stikken allemaal. Ik gooi er een stukje gas. Of een stukje gas. Ik gooi er gas waardoor dat stukje eigenlijk toch niet echt goed leefbaar meer is. Maar mijn ammo is zo goed als op. Dus ik pak me eventjes een nieuwe gun op. Dit is een submachine gun die ik ken uit de multiplayer. Het is wel een lekker wapen. Vooral denk ik dat die in de singleplayer, oftewel de campaign, een stuk beter is als in de multiplayer. Omdat in de campaign toch wel het realisme nog wat hoger ligt, zeg maar. Boom. 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 Boom! 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 Oh shit, vonden jullie mijn sound effects niet prachtig met het boom, boom, boom? Nou goed, ze zijn in ieder geval dood. Weer een checkpoint, dat is altijd fijn. Altijd fijn. Oh shit, hier zaten er nog twee. Nou, nu niet meer in ieder geval. Oké, allemaal uitgeschakeld jongens. Ja, hebben we vet gedaan. Dat hebben we goed gedaan. Die gym ziet er ook wel echt awesome uit. Ik weet niet waarom, maar op een bepaalde manier is deze game eigenlijk heel erg spannend. Hangt echt een vette sfeer. Het is bijna gewoon The Last of Us. Dit had zo level design van The Last of Us kunnen zijn, echt. Alleen dan is het natuurlijk een hele andere game en zouden er zombies en geïnfecteerden rondlopen. En dat is toch wel echt awesome dan. Nu dus gewoon normale oorlog. Oké, kom op jongens. Zo, het is pittig donker hier. Vet man dit. Wow. Zo fucking goed getraind, die ghost.
zeg maar, reactievermogen, sensitivity 10 wat je in de multiplayer hebt, hebben deze gasten in real life, zeg maar. Ik check nog even dit stukje terwijl hij daarheen gaat. Gewoon voor intel en zo. Er ligt helaas niets. Gewoon ook tegen zijn kont aangegooid. Oh ja, ja. Oh, dit is wel heel nice. Nice. Gewoon iedereen is uitgeschakeld. Die breach was wel heel goed verlopen. Oké, vet. Hij heeft het gevonden. We moeten er achteraan. Wat? Serieus? Character weg. Lekker dan. Merk, you gotta look at this. Get him ready to move. It's a kill list. Rourke's targeting ghosts. Who the hell is Rourke? No time to explain, kid. We're coming in. We need to move. Keegan, bring him. We leave now. Oké, jongens, ik ga hier de part eindigen. We zijn in ieder geval nu op het spoor van Rourke. En we weten nog steeds niet wie Rourke is. En het zal binnenkort uitgelegd gaan worden. Ik ben hier nu dood, want dit had ik niet verwacht. Maar het is toch het einde. Ik bedank jullie voor het kijken. Laat een like achter. Vergeet niet te abonneren. En ik zie jullie terug in de eerstvolgende video die ik maak. Later.